Ik ben Diederik Verhooyen, ik ben regisseur en schrijver van onder andere Panoza, Taped, Daglicht. En ik ben nu een tijdje in Amerika om daar mijn geluk te beproeven. En dan vlieg ik af en toe heen en weer om in Nederland weer dingen te doen. You are witness to murder by your police. Sir! Stop! Ik zeg het, sir, steeds meer genres, thrillers. Mensen proberen steeds meer een horror dingetje te doen. Het genre romantische comedy is wel heel sterk aanwezig. Maar dat heeft altijd een beetje in Nederland wel. Comedy is gewoon iets wat Nederlanders ook leuk vinden om te zien. Het is ook een beetje lastig. Want soms als filmmaker wil je heel graag genre doen. Maar als er te weinig publiek is die dat leuk vinden. Dat hoeft maar 2 of 3 keer te gebeuren. En dan is een fonds ook veel minder happig om een genre film geld toe te om het geld te geven. Dus het is heel moeilijk om genres te ontwikkelen in Nederland, toch? En ik, dat is zo leuk om in het buitenland te zitten, is dat je gaat het alleen maar over genre. Genre is daar het belangrijkste, want daar wordt op genres wordt het meeste geld verdiend. En dat is het grote verschil. En in Nederland is dat toch niet zo. Want als je echt weken wil weten dat je goed zit, dan is het een romantische comedy met wat bekende Nederlanders is toch stiekem nog de en dan lukt het ook nog niet eens altijd. Dan heb je ook soms Nederlanders die denken, ik ga er toch niet naartoe. Of als je weer te vaak iemand ziet, dan zijn Nederlanders ook vaak, niet dat ik alleen maar wil aanwijzen, maar heel vaak zijn Nederlanders van, oh, alweer Carice van Houten of alweer Barry Atsma. Dan denk ik, ja, maar jongens, ik bedoel, als het Brad Pitt zou zijn, dan zou je niks zeggen. Niemand zegt alweer Brad Pitt, dat zegt gewoon niemand. En dat is wel jammer, want ja, want het is het enige genre waar we. Het is de enige taal die wij met z'n allen spreken. Dus als het in Nederland niet leuk gevonden wordt, dan kan je met die film is het heel moeilijk om daar verder iets mee te kunnen. En dus het moet ook groeien. Nederlanders moeten ook zin hebben om dat het allemaal wat groter wordt. En dat heeft allemaal te maken met genre en met publiek die iets wil zien. Maar het Nederlands willen in principe, ja, die zijn daar wat zuiniger in. In het buitenland zijn er, en zeker in Amerika, mensen zijn echt bezig met welke film er vrijdag uitkomt. Die gaan daar echt voor in de rij staan. Ik bedoel, ik heb echt in de rij gestaan om een film te zien. Echt met echt voor een rij van een half uur om een bepaalde film te zien op tijd. En dat die passie voor film, die hebben wij niet. Het is er gewoon niet. En bedoel, en hoe cool dit festival ook is, het Nederlands Film Festival. En er zijn heel veel mensen die heel erg gepassioneerd zijn over film. Maar nog steeds is het niet genoeg, denk ik. Toch is er ergens. Ik ben heel benieuwd hoe dat zit op middelbare scholen en zo. Hoeveel die bezig zijn met film. Dat vraag ik mij af. En ik kan me herinneren, toen ik 10 was en ik in Amerika op school zat. Het ging alleen maar over welke film komt eruit. En dat klinkt misschien kinderachtig en. Maar dat voor de filmindustrie is het wel heel goed. Dus het is een soort passie voor verhalen vertellen. In Nederland ben ik altijd gewend om gewoon te accepteren wat er voor je ligt. Wat voor projecten, daar de leukste van uit te kiezen, daar heel erg vol voor gaan. Dat is vaak de motivatie om iets te doen in Nederland. En in Amerika ben je nu iets meer bezig met van, oké, wat is nou de film waar ik het eerst mee uit wil komen? Of wat is nou de film waar ik het meeste risico loop? En tuurlijk zou ik een keer een alien film willen maken. En tuurlijk zou ik film noir, ik zou een superheldenfilm, al die shit, ik zou dat allemaal willen maken. Dat bedoel, dat is, ik ben daar, weet je wel. Dat is het niet. Het is niet dat ik niet weet wat ik wil maken. Alleen als je zegt, wat zou je in Nederland willen maken? Want 5 miljoen is natuurlijk ook zo op. Dus het is ook niet dat je. Daar kunnen we in Nederland nog wel heel veel mee maken. Alleen het is niet dat je. Dat sky is the limit, dat is gewoon niet zo in Nederland. En dat is misschien ook waarom ik het nu een tijdje in het buitenland ga doen.